Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn tweede kanaal. Tof dat je kijkt. Ik weet het, ik ben laat, maar Fortnite seizoen 2 en ik dacht van weet je, ik ga er alsnog bij zijn. Ik ben de laatste tijd bezig geweest met mijn main channel, staat nu in beeld. Laatst vlogs en zo, ik hou me daar nu ook mee bezig. Maar ik moet me ook bezighouden met gaming. Weet je wat? Laten we gewoon meteen kijken naar de trailer. Yo. Ik weet niet eens wat ik zie, dit is de eerste keer dat ik het zie gewoon. Een gebouw die omvalt, deur die open gaat. Yo, tank! En bussen. Die worden beschoten door die tanks. En dit is die Fortnite bus die zeg maar in de lucht vliegt, toch? Maar ik vraag me wel af wat zeg maar een tank in Fortnite doet. Die ga ik zeg maar niet begrijpen. Wat? Ze geven elkaar een box nadat ze zijn aangereden door die tank. Op zich, de trailer ziet er wel dope uit. Eentje vliegt uit die bus. Dit is zeg maar niet hoe ik Fortnite ken, maar het ziet er wel gewoon dope uit. Ik ben zeg maar ook aan het kijken of ik dingen zie waarvan ik denk van, yo. Dit kan wel iets nieuws zijn, zeg maar. Het ziet er zeg maar uit naar een oorlog, snap je wat ik bedoel? Oorlog tussen het ene gebied en het andere gebied. Yo. Hé, dit is die mannetje van Spider-Man, toch? Die voorste. Of begin ik te trippen? Yo, wat zei ik je? Is oorlog. Is oorlog tussen gebied 1 en gebied 2. Oh, yo, ze zeggen me gewoon van, yo, Chatmo, je moet meteen Battle Pass kopen. Maar wat nou als ik zeg dat ik gewoon scared ben? Ik heb gewoon geen doekoe. Get a Battle Pass. Join the Fortnite crew. Oh, zeg maar als je de battle... Oh, nee. Fortnite crew is weer wat anders. No, ik hoef geen Fortnite crew. Laat zitten. Hey, Fortnite is wel slim. Ze sturen me meteen naar die Battle Pass pagina. Ze willen dat ik hem koop. Maar weet je wat? We gaan hem ook vandaag kopen. Die bucks, even kijken. 13.500 V-bucks kost 80 euro. Kijk hoor. Laten we gewoon even eerst kijken hoe duur de Battle Pass is. Oh, hij kost maar 950 V-bucks. Dan mis ik 500 V-bucks. Oeh, maar ik kan ook meteen 25 levels kopen. Weet je wat? Dat doen we dan. Dat doen we. Dan moet ik even 20 euro betalen. Ik zie jullie na de betaling. Hey, zoals jullie zien, ik heb hem betaald, man. V-bucks stromen nu binnen. 3,2k V-bucks heb ik. Ja, laten we gewoon meteen die Battle Pass kopen met die 25 levels, toch? Let's go. We hebben hem. Battle Pass unlocked. Oh, ik krijg een gekke... Kan ik het een anime skin noemen? Ik weet niet of ik het anime kan noemen, maar de skin ziet er gewoon dope uit. Ik ga hem alleen niet gebruiken. Ik vind hem niet die, weet je toch, skin waardig, snap je? Wat heb ik nog meer gekregen? Ja, Battle Stars boeit me eigenlijk niet. Laten we kijken. We hebben nog wel heel veel dat we kunnen, zeg maar, unlocken. Wacht. Als we naar beneden gaan, hè? Stel je voor, ik wil deze kopen. Doctor Strange. Als het goed is, is deze van Spider-Man. Ik ben, zeg maar, laatst naar Pathé geweest en ik heb, zeg maar, die Spider-Man film gekeken. Heel eerlijk, ik heb niet heel die film gevolgd. Ik was meer aan het focussen op het eten. Maar ik kan me wel herinneren dat ik deze mannetje tegenkwam. Was ook trouwens mijn eerste Spider-Man film. Dus zou best kunnen dat het iets raars is wat ik nu zeg. Maar ik zou deze skin wel willen. Maar dan moet je Battle Pass page 10 hebben voltooid. En dat zijn hoeveel? Dan moet ik 500 sterren kopen. Yo! Dat kost mij gewoon 11.000 V-bucks. 11.000 V-bucks. Wacht eens even. 11.000 V-bucks. Broer. Dat betekent gewoon eigenlijk dat ik weer 80 euro even moet betalen. Maar weet je wat, kijkers? Ik hou van jullie. Ik wil jullie die leuke content geven. We gaan hem gewoon kopen. We gaan hem gewoon kopen, joh. Doen we. Doen we even. Er staat payment succesvol. Hebben we gewoon weer gedaan, joh, voor jullie. Als het goed is, gaan jullie ook niet zien. De punten stromen weer binnen. We staan op maar liefst bijna 14.000 V-bucks. We gaan naar de Battle Pass. We drukken op buy levels. Bro, 11.250 V-bucks. Buy levels en hot. Ik hou mijn muis strak vast. Ja man, we hebben hem. Claim all rewards. Oh jawel hoor. Wat krijgen we allemaal? We krijgen een kata backbling. Ja natuurlijk, zoals gewoonlijk de 100 V-bucks. Er zijn mensen die zeg maar, wat begrijpelijk is, hebben begrijp me niet verkeerd. Die kopen zeg maar één keer die Battle Pass voor 950 V-bucks. En daarna kunnen ze per level de hele tijd die V-bucks terug ontvangen. Zodat ze volgend seizoen weer een nieuwe Battle Pass kunnen kopen. Oeie, ik krijg gewoon V-bucks gewoon terug joh. Ook een glider. Rare glider wel. Ik zou hem niet gebruiken. Dit is weer een backbling die ik ook niet zou gebruiken. Lijkt gewoon op een tandwiel of zo. Nog een... Trouwens, wat? Nee, is dit een pickaxe? Dit is wel echt een lelijke pickaxe. Oh, ja, dit is een dans. Nee, ook een gare dans. Wat zie ik allemaal? Hé, we hebben wel een nieuwe skin. Hij heet Gunnar. Gunnar. Hé, trouwens, deze ziet er wel dope uit. Vind ik dan, hè? Maar ik ga hem nog steeds niet gebruiken. Weer 4 bucks, 4 bucks. We krijgen, ja, Gunnar weer in een nieuwe stijl of zo. Gunnar weer in een nieuwe stijl. Hoeveel Gunnar... Yo, Gunnars krijgen we gewoon. Nou, ik laat het weer die check. 4 bucks.
Ah, dit doet me eigenlijk niet zoveel. Weer 4 bucks. Ah, we krijgen wel een nieuwe chick erbij. Kiaraka. Wow. Kiara KO. Ze slaat je gewoon KO. Beloved leader of Tango Squadron. Part of the KO caption set. Hey, deze dame. Wacht. Zoom eens even in op haar. Deze dame wil je niet tegenkomen op straat. Gaat je raar klappen. Of je kan haar pakken met zonnebril als je wilt. Ze heeft gewoon ammo op haar heup en zo. Hè? Laat zitten. We gaan door. 4 bucks weer. Nog steeds vind ik deze ook niet mooi. The Imagined. Ik ben benieuwd hoeveel 4 bucks ik zo meteen wel overhoud, man. Ik koop wel eens veel, man. Ik koop wel veel, want ik heb wel veel betaald. Hey, deze ziet er dope uit. The Origin. His reality lives on. One of the 7. Ah, laat zitten. We gaan gewoon door. Hey, deze skin ziet er dope uit. Het is anime, toch? Erisa, a lost princess from a forgotten realm of warriors. Mijn Engels begint beter te worden, hè? Maak geen graf met me. Doctor Strange, cape included. Feel free to wear other backbling, but no capes. Trouwens, ik ga deze backbling wel weghalen die ik hier heb. Maar, oh, hij ziet er goed uit. Deze ga ik gewoon equippen, man. Zoals jullie zien, we hebben alles letterlijk. Van pagina 1 tot en met pagina 5, pagina 6. We hebben letterlijk alles geclaimd. En nu komt het spannende moment. Oh, doe rustig, Moke. Ik heb zwaard wel. Wat is dit dan? Oh, die past bij hem. Oké. Nu komt het spannende moment. En dat is, hoeveel 4 bucks heb ik over nu? 4200! Dat is pas handig. Dat is pas handig, of niet? Even kijken. Backbling gaat weg. We gaan kijken welke backbling past bij hem. Of trouwens, we kunnen ook gewoon geen backbling doen. Hij is zeg maar al mooi met zijn cape. Deze was er toch, denk ik. Of hij had een andere. Oh, hij had deze. Deze past precies bij hem. Dit is ook zijn soort zwaard. Dus die gaan we equippen. Had hij ook een glider? Jazeker. Die gaan we gebruiken. De Mandala Disc. Equip hem. En voor de rest, het is prima zo. Kijk mij in de lobby staan. Hé, hey, eerlijk. Hij ziet er fris uit, hè. Oh, dit. Ja, man. Ziet er dope uit. Ik denk dat het is tijd om een potje te gaan spelen, hè. Wat ook nieuw was in deze seizoen. Wat ik heb gelezen, hè. Want ik ben niet actief geweest op gaminggebied. Maar ik zag ook dat je niet kan bouwen in de game. Oh, dat staat hier trouwens. Wat zeg ik allemaal? Wat we gewoon gaan doen is... We gaan gewoon letterlijk 1 potje spelen. Weet je waarom? In de volgende video, die vrijdag online komt... Ga je echt een serieus potje van mij zien. Gewoon een... lange potje Fortnite in seizoen 2. Maar nu is het gewoon even testen. Even kijken wat is, oké? Okay? Jullie krijgen zeg maar die primeurtje. Vrijdag komt eigenlijk pas de video online waar ik een serieus potje ga spelen. Ik ga gewoon solo spelen. En gewoon even, weet je wat? We gaan het leuk maken. We gaan sowieso in een stad landen. Hoe dan ook. Yo, kijk mijn... Wow, deze ziet er dope uit. Deze glider. Oh, die. Komen de mensen mee landen? Oh, jawel hoor. Maar dit wordt ook gewoon mijn eerste potje dat ik gewoon niet mag bouwen in Fortnite. Dat gaat wel een raar gevoel zijn, denk ik. Oké, ik heb SMG en ik heb AR. Maar ik hoef niet te hakken, want je kan niet bouwen. Maar hoe moet je daar bovenop komen dan? In dat wauw. Oké, we hebben shield potion gekregen. Ik ga hem wel meteen innemen, want het is wel belangrijk hier. Oké, hij is ingenomen. Ik heb de hele tijd de neiging om wat te gaan hakken, zodat ik bouwmateriaal pak. Maar bouwmateriaal heb je niks aan. Wat is daar dan? Normaal gesproken is daar een kist, toch? Oh, die kist staat er nog. Maar wat is dit? Oh, pistool. Pak die pistool wel. Maar je kan niet bouwen. Dit is raar. Kijk, daar is een shotgun. Laat me die gewoon pakken. Wel een lelijke shotgun. Maar we moeten wel. Oh, deze AR is wel echt hard. Strikerbust. Volgens mij is het die AR die 3 keer tegelijk schiet. Oh nee, dit is... Laat maar. Of wel? Ja, hij schiet 3 schoten tegelijk. Dit is die goeie, man. Deze had je vroeger in Fortnite. Oké. Ik weet niet wat dit is. Repair. Oké. Maar je kan niet bouwen. Hoe ga ik daarboven komen? Ik weet echt niet hoe ik daarboven ga komen. Hierboven is zeg maar een kist. Maar hoe kom je daarboven? Dat is toch vaag? Ik ben een beetje mensen aan het zoeken. Maar ja, ik kan helemaal niemand vinden. Ik zie de hele tijd rode dingen op de grond die ik aan het oppakken ben. Waar is iemand? Ik ben op zoek naar iemand. Ik wil met iemand gaan vechten. Lijkt net freerunnen. Hoe ga je zo meteen... Oh, hier. Wacht, ik hoor schoten. Ik ga naar die schoten toe. Ik hoor schoten. Oh mijn god, ook van boven of zo word ik geschoten. Joe. Ik ben rustig even minis aan het innemen. Ik had hem nog 120 geraakt. Oh mijn god. Nee. Ik ga niet te veel laten zien van deze game. Oh mijn god. Dit is nog best wel lastig. Het feit dat je zeg maar niet kan bouwen. Maar hoe ga je winnen, vraag ik me dan af. Ik trip hem helemaal, hè. Want als het goed is, volgens mij kan je in arena wel bouwen. Tenminste, dat hoorde ik mensen zeggen. Dus vraag, man. Ik heb net 1 potje solo gespeeld en ik trip hem al gewoon van... Dit kan toch niet? Ik wil jullie even bedanken voor het kijken naar de video. Misschien wel een korte en snelle video geweest. Maar we moeten even ergens beginnen, toch? Vrijdag weer een nieuwe Fortnite video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet zeker geen like achter te laten. Laten we voor de 750 likes gaan. En dan vrijdag is het showtime. Dan is het... Dan gaan we een win halen in seizoen 2. Hoe dan ook. Bedankt en ciao. I'm from LA to the A on the run, you can tell where I stay.